er was niet echt rivaliteit. Nee, want uiteindelijk werkten wij meestal ook wel voor die mensen. En waren die mensen ook wel blij dat wij voor hen konden werken. Wat wel zo was, en dat heb je al eerder aangehaald, een confetti is op een gegeven moment verguisd geweest. Maar ja, achteraf gezien misschien ook wel onbegrijpelijke redenen. Dus, en van rivaliteit, het waren in die tijd... In aanvang waren het ook allemaal eilandjes op zich. Het is pas later, als heel die scène succesvol is geworden, dat die eilandjes naar elkaar bruggen hebben geslagen. Dus nu ken ik Maurice vrij goed, vroeger niet.